tik nu. Episch, episch. Oké, 200 muntjes en daarmee starten wij vandaag deze video. Maar we hebben nog een store drop. Ik open Brawl Stars en we hebben gelijk een store drop. Dat is gelijk leuk voor de video. Mythisch. Mythisch. Wat is het? Wat is het? 500 muntjes. En nog eentje. Oké. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Zeldzaam. Super zeldzaam. Episch. Episch. Nog 200 muntjes en nog een store drop. Ik weet niet waarvan we dit hebben gekregen. Laat weten als je het weet in de comments. Maar ik krijg zomaar allemaal store drops. Oké, dit is een zeldzame. 50 muntjes. Nog een store drop. En dat zijn wat krachtpunten erbij. Nog meer? Nee, niet nog meer. Oké. Dat waren ze even voor nu. Maar goed, toch lekker om mee te starten. Dames en heren, ik heb namelijk een van de beste knokkers gekregen terwijl ik het niet eens door heb gehad. Namelijk in de vorige video. Ik zal hem even linken in de beschrijving. Namelijk in de vorige video deed ik 5 legendarische stordrops openen. En ik kreeg daar iets zieks uit. Als ik naar mijn knokkers ga, dan gaan we even naar onderen. Naar onderen, naar onderen, naar onderen, naar onderen. Nog iets meer naar onderen. Nog iets meer onderen. En dan zien we hier Chester. Jullie hebben gezegd in de comments. En die pak ik even bij. Van Leon van Tongeren. Hij zegt: man krijgt Chester. Dat is echt een kans van 0,00002%. Gast, je hebt echt geluk. Ik heb het niet eens doorgehad. Volgens mij was mijn reactie best wel bad. Er komt nu even een klein stukje in mijn beeld. Wat is dit? Wat is dit? Wie is dit? Wie is dit? Oh, dit Chester? Chester irriteert op zijn pad door verenigde draak met zijn opsteken. Oh, dit. Oké, deze is volgens mij wel echt goed, toch? Laat het weten in de comments. Moet ik deze gebruiken, ja of nee? Ja, de reactie was voor mij niet echt heel goed. Dus laten wij vandaag deze video gaan spelen met Chester om te kijken hoe goed hij is. En als wij 5 potjes kunnen winnen deze video. En laten we zeggen, we doen 8 potjes. Winnen we er 5 minimaal. Dan geef ik 20 euro aan iemand weg in de comments. Die daarmee even naar de winkel mag gaan. En die daar mooi wat edelstenen voor kunnen kopen, ja? Dus winnen we 5 van de 8 potjes, dan krijgt iemand van mij 20 euro aan edelsteenpakketten. Oké, laten wij beginnen. Ik trap me vaak af met de solo showdown. Dus laten we daar ook gewoon mee beginnen. Winnen we het eerste potje, gaan we ook gelijk een beetje upgraden. Maar laten we eerst het potje in ieder geval tenminste proberen te winnen. We gaan het zien. Oké, Chester. Mensen zeggen, je bent zo goed. Laat maar even zien hoe goed je bent dan. Want ik zie dat ik wel wat trofeeën met haar heb gehaald. Hadden we dat in de vorige video gedaan? Oké, we gaan in ieder geval even kijken. Hij doet sowieso wel aardig wat damage. Oh, dit. Hij heeft een best redelijke reach. Oké, laten we in ieder geval sowieso even wat HP bij ons krijgen. Ik ben wel benieuwd wat de super is van Chester. Volgens mij zei iemand in de comments dat ik stil moet staan. Als ik die super wil gooien. Maar dan gaan we snel genoeg achterkomen. Oké, kijk. Hop, hop, hop. Oké, heerlijk gedaan. Oh, die Chester, ik moet zeggen. Jullie hebben wel gelijk, denk ik, man. Ben ik de enige die Chester heeft? Of zeggen jullie van, ik heb hem ook? Of zeggen jullie van, die zou ik wel willen hebben? Is dit een beetje een dromen? Oh, nee. Zo, hij schiet ook snel. Die Chester is goed. Oké, dan kunnen we de bonus even gebruiken. Of hoe heet die super? Laten we die super van Chester eens gaan gebruiken. Oh my days. Ja hoor, bro. Ik weet niet wat die super heeft gedaan. Maar, zo, die doet veel damage, Chester. Eerste potje gewonnen. Dat betekent 1 van de 5 die we minimaal moeten winnen. Dus we gaan heerlijk. We moeten zo door even doorgaan. Oh, en we krijgen een store drop. Super zeldzaam. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? 100 muntjes erbij. Prima. En ik heb natuurlijk gezegd, winnen wij het potje, dan gaan wij hem een klein beetje upgraden. Dus laten we dat even doen. Chester, upgrade. Hoppatee. Upgrade, hoppatee, upgrade. Ja, laten we eerst even zo doen. Ja, we gaan eerst even zo doen. Oké, solo showdown hebben we gedaan. We gaan eens even kijken wat voor evenementen er zijn. Klopjacht, gevaren zonder knockout. We gaan gewoon het rijtje even afsluiten, alles een beetje hebben gedaan. Laten we eerst gaan voor edelstenen gaan. Mensen hebben ook gezegd, Jordi die speelt vanaf nu niet meer een bots. Dus iedereen die dus nu nog komt klagen van Jordi speelt er een bots, dat kan niet meer. Want de mensen hebben ook in de chat gezegd van Jordi, die speelt nu tegen echte mensen. Dus dat is helemaal top. Laten we kijken of wij de edelstenengrij ook kunnen winnen. Gaat hij ons goed zetten of niet? Oké. Heeft hij ook Chester die rechter? Of is dat geen Chester? Ik weet niet. Oké, daar is een guy. Oké. Lekker. Oké, alle 3 dood. Edelstenen pakken. Oké, ik heb er 3. Denkers komen er alweer aan. Oh, die Chester heeft ook een verre... Maar deze is top, man. Dit is echt een heerlijk knokkertje. Lekker. Oh, we zijn echt een dream team. Ik zie het nu al. Ik merk het nu al. Oké. De super. Die super doet veel damage. What the... Lekker. Ze hebben niks. Ze hebben geen kans. 1 teammate is dood. Ik moet even deze edelstenen pakken. Oké, ze komen nu in aanval. Holy shit. Ze hebben al onze teammates bijna dood. Ik moet nog eentje hebben. Ik moet nog 1 edelsteen hebben. Nog eentje. Ja, nice. Laat mij hem pakken. Bro, ik heb alle 10. Dit moeten we toch winnen? We moeten er 30 seconden volhouden. Oké, ik ga gewoon naar achteren. Ik ga gewoon chillen in de bush. Nog 7 seconden en dan winnen we hem. Dan winnen we hem easy en dan winnen we weer een potje. Dames en heren, wij zijn veel te goed voor deze game. Hap nog even mee. Drink. Easy win voor de Jorstorm team. Namelijk, Jorstorm heeft natuurlijk de meeste uitschakeling. Ik ben 0 keer dood gegaan. 600.000 damage. Lekker, man. Goed hoor. Dat is een heerlijke zegenreeks. Gaan we even bouwen weer. We hebben weer een potje gewonnen. Betekent dat we ze er 1 keer gaan upgraden. Kunnen we dat nog doen? Dat kunnen we zeker nog doen. Hierna kunnen we hem ook nog kunnen upgraden. Dus binnen het volgende potje kunnen we hem weer gaan upgraden. Chester wordt zo goed. Edelstenen grijpen gehad. Laten wij doorgaan naar gevarenzone.
Chester gaan wij, dat wordt gewoon mijn nieuwe knokker. Die gaat mij gewoon zeer goed zetten. Dan gaan we proberen een keer een winststreak te bouwen van een 100. Oké, okay. Laten we in ieder geval deze tenminste nog winnen, de gevarenzone. Het zou tof zijn dat we gelijk 5 potjes winnen, betekent gelijk dat we na 5 potjes iemand mogen blij maken in de comments met 20 euro. Okay, gevarenzone. We kunnen natuurlijk dit gelijk gaan claimen. Is het handig? Dat weet ik niet. We kunnen wel een beetje gaan helpen. Zo, bro, je bent goed. Maar ik heb een... Ah, shit. Oh, shit. Hun zijn niet slecht. Hun zijn niet slecht. Hun zijn zeker niet slecht. Dan moeten we hun veroveren. Oké, okay, nice. 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 Oké, okay, perfect. En nu veroveren. Alleen, ik weet niet of ik in het rode gedeelte moet staan of in het blauwe. Of maakt het niet uit. Oké, okay, nice. Perfect. Oké, okay, nu zijn we goed bezig. Oké, okay, oh, hij heeft hem dood. Hij heeft hem dood. Dekker. Zoek dekking, zoek dekking, zoek dekking. Oh, dat is een stinkbom. Hoho, die is super. Dat is een soort van stinkbom. Hij gooit nu een bom op mij. Ja, GG's. Oh, dat wordt lastig. Zoek dekking, zoek dekking, zoek dekking. Oké, okay, ik ben dood. We hebben 61% blauw. Dus in principe, we staan er weer goed voor. Maar het zegt nog niks. Kijk, kom op. Help je team met Jordi. Hoppatee, stinkbom even gooien. Stinkbom gooien. Oh, shit. Oké, okay, je team heeft de zone veroverd. Perfect. Lekker bezig, boys. Help hem. Nice. Oh, ah, die bommen. Pas op. Bro, 83%, kom op, man. Oké, okay, dit is wel eens een lang potje, maar het ziet er naar uit. Ik ga je dood, denk ik. Nee. Gaan we hem halen. 94, 95. Ik ga je gewoon instaan. En dan winnen we hem. 99% nog steeds. Hoe kan dit? Of hebben we die zone al veroverd? Of moeten we alleen die andere nog? Ja, hij moet... Oh, dus je hebt twee zones die je in principe moet veroveren. Die zone en de andere zone. Perfectos. Lekker hoor. 64.000 damage gedaan. We zien maar weer wie de sterspeler is, dames en heren. Het is je boy, Jordi Storm. Zegenreeks erbij. Dat betekent dat we nu al 3 potjes hebben gewonnen. En dat betekent dat ook dat we nog maar 2 potjes hoeven te winnen. We gaan hem eerst even upgraden. We gaan hem nog even nog iets beter maken. Hij is natuurlijk al beast. Beast mode. Maar laten we nog even 1 keer gaan upgraden. Oké, okay, nu kunnen we inderdaad niet meer upgraden. We hebben hem nu ook al op level 10. Dat is insane. Oké, okay, we gaan door naar knokbal. We zijn oprecht lekker bezig. Alleen knokbal is wel vaak een game waar ik niet heel goed in ben. Waar ik best wel vaak op verlies. Hij is 1 AP, bro. Pak hem. Oh, ze scoren bijna. We stonden al bijna 1 achter. Oké, GG's. Geen stress. Oké, okay, we moeten hem coveren. Achter ons. Achter ons, kom. Heb hem. Oké, okay, perfect. Gespeeld. Alleen we hebben niks aan dat we mensen doodmaken. Oké, okay, perfect. Ai. Shit, zo. Oké, we moeten via links. Pak die linker guy. Hey, hun moeten er goals maken. Ik ben niet zo goed in scoren. Maar ik heb 2 mensen op mij. Hoe kan? Besef, die tegenstanders gaan voor mij. Het lijken wel streamsnipers. Ze gaan voor mij terwijl mijn teammates gewoon bij hun goal zijn. Dat is toch insane. Dat is toch echt insane. Hoe kunnen ze voor mij gaan? Oké, okay, maak die tweede ook maar dan. Tuurlijk. Hamam, SO naar jouw niveau. Ik heb 0 keer gescoord, maar dat is geen stress. Want we pakken hem gewoon. Ik heb ook weer de meeste damage gedaan. Waarom ben ik telkens de ster spelen, dames en heren? We zijn veel te goed voor deze game. We winnen hem weer. Dus dat is top. We hebben een 4 zegenreeks. Dat betekent dat we nog maar 1 potje... We hoeven nog maar 1 potje te winnen. En we hebben een storm erop. Super zeldzaam. Wat gaan we doen? 50 krachtpunten erbij. Trink. Oké. Okay. We kunnen kiezen tussen nog 3. Oh, sorry, 2. Klopjacht of knockout? Laten wij gaan voor klopjacht. Klopjacht. Oké, okay, kom op. We kunnen dat niet verliezen, dames en heren. Wij zijn veel te goed geworden. Dit spel wordt gedomineerd door Jordi Storm. Hoe werkt het ook alweer, volgens mij? Hoe werkt het ook alweer? Ah, je moet gewoon uiteindelijk 10 keer hun killen. Oké. Okay. Hier kun je doorheen. Oh shit, denk erom, boys. Eerste uitschakeling. Pak hem. Lekker, we staan al 2-0 voor. 3-0 voor. Voor mijn gevoel heb ik ook altijd super goede teammates. Oké, okay, mijn teammate wordt nu iets te wild. Hoppatee, bom. Bro, die is super van hem. Die is insane. Oh, die is super. Oh, ah. Oké, okay, ze hebben mij dood. 6-4. Oké, okay, dat wordt wel spannend. Denk erom, boys. Denk erom. 6-5 al. Ik zeg het jullie, boys. Denk er nou om. Oké, okay, ik heb hem dood. Lekker. 7-6. Zo, dat wordt wel spannend. Pak hem. Nice, 8-6. Komt-ie. Hoho! Bro, die is niet normaal. Zo. Ik heb weer de meeste schade aangericht. Wee, yo, man, dames en heren. Deze guy, ik zweer het jullie. Dit wordt mijn nieuwe favoriete knokker. Ik ga eerlijk met jullie zijn, dames en heren. Laat even weten in de comments. Ik ga nog 1 potje spelen. Een solo showdown. Laat ondertussen weten in de comments. Waarom wil jij graag 20 euro aan edelstenen winnen? Laat het weten in de comments. Dan zoek ik er een uit die het wint. Want we hebben gewoon 5 gewonnen. Dat is niet normaal. Dus laat weten in de comments. Waarom moet jij nou 20 euro aan edelstenen winnen? Oké, okay, we gaan kijken. Kunnen we nou ook nog een solo potje winnen? We hebben de laatste natuurlijk allemaal teammates gespeeld. Kunnen wij ook nog een solo potje winnen? Oké, okay, ik heb hem low. No way. Wat? Oké, okay, nice. Nee, ik verlies. Oh my days. Oké, okay, dames en heren, dit mag echt niet. Laat mij heel even 1 potje opnieuw proberen. Want
Kijk, heel eerlijk gezegd, dames en heren, ik begon weer iets te veel potjes te winnen. Ik vond het zielig voor de andere mensen die ook Brawl Stars spelen en die ook wel een aantal potjes willen winnen. Dus ik dacht van, laten we hem ook gewoon even een potje gunnen om te winnen. Snap je nu, dames en heren? Dus daarom, ik was best wel in een redelijke gunning mood. Kom op. Hier kunnen we misschien even cleanen. Juist. Oh my days, chat. Oh, hij is 8 HP. Perfect, ook dood. Eigenlijk moeten we die hebben. Die moeten we hebben. Oh. Oké, we zijn nu heel sterk. Die 700 HP. Wil je eigenlijk even meepikken? Oh, die bom. Zo, hij is ook sterk. Oh shit, hij is bijna dood. Holy shit. Dit wordt een spannend potje. Oh bro, kom op man. Hij is weg. Hij is 1 HP. Nice. Solo showdown. Winnen we dan het laatste potje, dames en heren. 2 knokkers left. Achter schuilen. Juist, goed gespeeld. Bro, we spelen het zo goed, dames en heren. Al zeg ik het zelf. Mr. King of the Brawl Stars, dames en heren. Mr. King of the Brawl Stars. We winnen het laatste potje, Solo Showdown. Laat eens weten in de comments, dames en heren, waarom jij 20 euro EDC wilt winnen. Abonneer op mijn kanaal met het belletje aan. En dan check ik jullie bij een nieuwe Brawl Stars, dames en heren. Dit is mijn nieuwe favoriete knokker. Dames en heren, de groeten!